Dit is Mohamed. Zijn beroep, residentieel elektrotechnisch installateur. Vandaag gaat hij aan de slag in een ruwbouw. Over een tijdje zullen de mensen hier in een gloednieuwe flat komen wonen. En ze zullen Mohamed dankbaar zijn. Hij zorgt er onder andere voor dat de lichten branden, de wasmachine draait en de radio speelt. Zover zijn we nog niet. Eerst moet Mohamed kabels trekken en contactdozen plaatsen. Mohamed weet waar leidingen en contactdozen moeten komen, want hij heeft eerst aandachtig het plan bestudeerd. Misschien denk je dat je in een ruwbouw nonchalant mag zijn. Dat klopt niet. Kijk maar hoe precies en geconcentreerd Mohamed te werk gaat. Daarbij respecteert hij natuurlijk de veiligheidsvoorschriften. Handschoenen en helm zijn dus nodig. Later, als de vloeren gelegd zijn en de muren bezet, komt Mohamed terug voor de afwerking. Hij plaatst dan de schakelaars en de stopcontacten. En om die taak goed te doen, moet hij nu zorgvuldig zijn. En nog later, als het appartementsgebouw al bewoond is, komt Mohamed hier misschien op een avond langs. Hij kijkt naar boven en ziet plotseling ergens het licht aanvloepen. En dan kan hij met trots zeggen: dat is mijn werk.